heeft me echt teleurgesteld. Tientallen huurders van Navier zijn samengekomen in de Indische buurt. Afgelopen januari hebben 81 bewoners al een zwartboek aangeleverd bij Navier, gevuld met gebreken zoals schimmel, vocht, gaten, slechte kozijnen, kou en gezondheidsklachten, ook bij kinderen. Na deze en nog een andere confrontatie met bewoners op het Navier-kantoor zou Navier deze avond eindelijk komen kijken bij de bewoners thuis. De verhuurder heeft tot grote teleurstelling van de bewoners de afspraak afgezegd. Meer dan 20 jaar, bijna 25 jaar woon ik hier, hebben ze me teleurgesteld. En vroeger was ik, vond ik Navier toppie, maar nu, nee hoor. Sorry Navier. Ja, ik woon hier al 8 jaar. En hoe lang heeft u al problemen? 8 jaar. Ik voel mij gewoon niet serieus genomen. En Navier zou er ook eigenlijk bij zijn vanavond? Ja. Ze hebben afgezegd. Wat vindt u daarvan? Het heeft me echt teleurgesteld. Doe beter. You can just come and look. We don't have to be doing this to get your attention. Love. Luister naar de mensen. Doe wat. Zitten daar poppetjes boven in die kantoren die gewoon helemaal niet weten wat de mensen hier allemaal meemaken met hun huizen. Door deze actie van Navier krijg ik alleen maar meer vechtlust. Dus kom erop. Nou, vorige week zijn we hier geweest met de hele buurt in afwachting van Navier, die beloofd had te komen, maar op het laatste moment afgezegd heeft. En de bewoners waren daar echt heel erg teleurgesteld over en hebben toen zelf besloten om vandaag naar Navier te gaan om daar alsnog te verzoeken dat ze komen. Geef concreet aan wanneer jullie huizen aanvragen. Ik heb een hele koude huis, echt koud. We hebben Navier gevraagd of zij collectief een afspraak met bewoners in deze buurt wil maken om de problemen op te lossen. Navier naar de bewoners toe, niet de bewoners naar Navier toe.